Wat een fucking goede goal! Goed, Gerrit. Heb ik hem nou bos ingestuurd? Ik heb hem hoera uit de bos ingestuurd. Haha, let's go. Wat is dit, bro? Hij heeft sowieso schietdek of zo. What the fuck? Yo, what up mensen? Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we lekker Rocket League doen. En ik hoop dat we gewoon lekker gaan winnen, want we zijn nu Platinum Tweede Divisie 3, dacht ik. Dus het gaat lekker. Natuurlijk eigenlijk ook zo voortzetten. Oh, nog maar net ook. Tuurlijk, Gerrit, tuurlijk. Epische save. Hop, en beuken. Hop, bal weg. Oh! Zit mij misschien voor jou? Kun jij er iets mee? Ja, je moet er mee doen. Oh, yes! Oh, ik denk dit gaat nog even te lang duren, want hij draaide weer om en... Hij heeft de hele cirkel heeft hij al rondjes gemaakt en jezus. Als we maar over die bal eten, maar uiteindelijk heeft hij het gedaan. Goed bezig. Dus nu staan we ook lekker 1-0 voor. En waarom schiet je die bal niet gewoon hard? Kijk, gelukkig heb je mij als teammate. Nee, dat is een grapje. Dat is een klein grapje. Waarom doe ik dit? What the fuck, ben ik slecht dan? Ik zit over mijn teammate te janken en ik ben zelf... Deze moet ik dan wel hebben. Ja, goed hoor. Deze heb ik dan wel. Laat het verdedigen maar aan mij open, man. Kijk, dat kan ik allemaal wel. En daar neem ik mijn tijd voor. Dat... Oh, heb jij die? Oh, alsjeblieft wel. Goed. Ik wou maar even wat een safe zeggen, want misschien doet hij het dan vaker. Oh, teamwork. Wat vaak, we springen even met z'n tweeën van bal. Kan ook. Maar gisteren in de livestream heb ik namelijk 3 pot of zo al gewonnen achter elkaar. Dus dat ging echt fucking lekker. Moest ik eigenlijk weer spelen, maar ik voelde natuurlijk wel wat tegen kijkers. Oh, ik kreeg hem net niet. Ik ben elke zaterdag om 3 uur ben ik aan het livestreamen. Dus heb je een keer zin om mee te kijken, dan, dan kan dat gewoon om 3 uur ben ik gewoon lekker live. Doen we meestal Rocket League, nog wat andere games misschien. Kijken waar ik zin in heb. Oh, hij blokt hem nog. Ik ga helemaal op goal. Ik ga niet helemaal op goal. Ik denk, ah, sorry. Sorry bro. Spijt me, vergeet me. Oh, kill. Goed, Gerrit. Heb ik hem nou bos ingestuurd? Ik heb hem hoera uit de bos ingestuurd. Haha, let's go. Kijk even hoe ik dit deed. Hop, bos in. Oh mijn god. Wow, je bent echt geneukt hier. Schiet die bal gewoon rustig, jongen. Jezus. Jongen, ik ben ook zo lekker aan het keepen. Oh, hij speelt nu af en toe. Oké, nice. Dan hebben we dit potje sowieso gewonnen. Ik kan hem laten race quitten door de hele tijd te boomen. Ga ik dat doen? Ja, dat ga ik zeker doen. Ik wil niet 2 minuten nog verneuken. Alright jongens, dan zijn we dan aangekomen bij nummer 2. En deze gaan we ook gewoon net als nummer 1. Dan gaan we gewoon lekker winnen. Makkelijk doen we het niet. We gaan gewoon lekker winnen. 2 vingers in de neus, gaan we gewoon dit winnen. Moet ik wel deze bal timen? Nee, hoeft niet. What the fuck? Hij gaat ook zo op die bal af, je had niet zo. Als dat al nu al de bedoeling is, dat je dat nu al gaat doen, dan wordt het dan een lastig potje. Van ons, dat weet ik wel. Of jij vliegt deze er even in? What the fuck? Holy shit. Oké, dit doet hij best netjes. Dit doet hij best wel goed. Waarschijnlijk meer geluk dan wij, zei maar... Ah, het is een goal. Goal is goal. En hij telt, dus we gaan naar rechts toe. Oh, sorry. Ja, dan moet ik dat wel beter timen.
Oh, die niet. Maar ja, dat is s'avonds. Gaan we naar rechts toe? Ja, dat doe ik altijd eigenlijk. En dan kan je hem erin tikken. Ja, nice bro. Wat een assist ook. Wat een assist dit. Ha, en zo staan we al 2-0 voor. Is dit een FF'je? Toevallig, denk ik wel. Nice. Dit is te makkelijk. In 1 minuut 3 goals. Dit is echt niet normaal. Hoe ziek we spelen samen. Misschien gaan we nog wel een keer nummer 3 doen ook nog. Wat we best goed spelen nu. Maar eigenlijk moet je nooit 2 keer achter elkaar spelen. Met dezelfde. Oh, ik had hem bijna. Ja bro, geef mij ook gewoon een goal. Ik geef jou perfect. Hij vraagt ook bij. I need a goal. Ik word ook weer gebeukt ook in mijn nek. Oh, dit was geen goede touch van mij. Een goede aanraking. I need a goal. Oké, nu staat het 3-1. Dat is wel even een probleempje. Oh, ik heb hier ook een neusje. Oh, even snel omdraaien. Laat ik nu aan het spelen, maar dit is wel kloot hoor, die 3-1. Dus nou 4-0, zo meteen wordt dan. Ah. Anders had ik hem ook, dus no stress. Geen stress jongen, ik ben die goalkeeper. Oh, ik ben kapot. Wow, wat zit je me nou te beuken? Ik had alles onder de controle. Alles had ik onder controle. Ik denk hij paast hem wel, maar dat doet hij ook dus niet. Kijk, ik had hem gepaast daar. Zo zou ik dan wel weer zijn. Ik ben een echt teamspeler. Motherfucker. Hij gunt ook zichzelf alleen maar een goal, hè. Ik geef verdomme de perfecte assisten. Ja, nu zijn ze wel gerescuurd. Ha! Losers. Hey. Dit zijn twee hele snelle potjes, dus we gaan gewoon nog even een game nummer 3 doen. Alright, game nummer 3. Misschien wordt het wel gewoon een XXL aflevering, dat kan ook. Of een uur lang dat ik Rocket League speel, dat kan ook. Als het lekker gaat, dan gaan we het gewoon doen hoor. Als het echt lekker gaat. Nee, waarom niet? Hé, mijn controle moet er wel mee werken, verdomme. Mijn controle, joh. Oh ja, ik ben er weer. Perfecte voorzet. Oh, wat een goal dit. Wat een goal dit, joh. Dit is echt een perfecte bal ook. Let's go. Zo doen we deze dingen. Ik geef ze altijd wel voor, hij schiet ze wel in. Zo ben ik gewoon. Yes, ook mijn goal. Ook eindelijk mijn goal, is hij wel. Dit gaat echt fantastisch goed. Ik denk dat we 100 potjes kunnen spelen of zo, man. Godverdorie. Als iedereen zo snel race quit.
Nou, moet het eens nog gebeuren, hè? Ik moet geen grote mond hebben nog. Ik kon hem eigenlijk wel pakken, maar... Ah, what the fuck? Oh my... Dit is jammer dat hij dan weer zo erin gaat, want nu zijn het 2-1 en dat is wel behoorlijk kut. Ah, dan moeten we net als net 4-1 maken. Oh, de redding joh. Die boost. Ja. Ik had vrij weinig boost, dus ik kon ook vrij weinig. Ik ga wel gewoon terug, bro. Dit lijkt me het fijnst. Ik heb weer nog maar 5 boost. Kan dat toch? Oh! Wat een goal dit! Wat een goal! Ik had eigenlijk verwacht dat hij helemaal over ging. Omdat hij even hoer hard ging. Maar die down nog hebben, er zat gewoon zo'n boogballetje in, joh. Lekker hoor. Ja, eigenlijk moet je dan als tweede komen, mijn vriend. Dan hebben we daar gewoon een bal en dan kunnen we gewoon easy scoren weer. Oh, goed doorgezet hier. We spelen echt goed. Dus ik speel goed. Hij schiet er weer in. Hoezo winnen we nou echt elk duel? Hey, mijn controle joh! Ja hoor, goede bal. Ook goed. Maar mijn kabeltje die is een beetje kapot. Die vliegt er soms een beetje in één keer uit en soms dan gaat hij er weer in en dan kan je even niks met je controller. En dat is kut, kan ik je vertellen. Echt een kut. Maar goed, je moet roeien met de riem die je hebt toch? Zo is het, dat is een spreekwoord toch. Ah, jammer dit. Kijk, ik wou gas of er... Hey joh! Kutcontrole joh. Maar dit moet ik niet doen. Hey, ik wou springen! Godverdomme! Nee! Mijn controleboom, godverdomme! Ah, dit is echt kut. Hey, hallo! Nee! Mijn controller. Goed. Oh, dit had ik niet verwacht. Maar nu heb ik hem weer. Oh, van bijna. Het is een goal, ja. Kut kabel. Hoezo ga jij ook gewoon zo kut doen in één keer? Hallo, waarom ben je niet achter? Oké, nu staan we nog met 4-3. Dat wordt lastig. Hij keept echt niet. Hij gaat alleen maar voor de goals. Daar heb ik echt een hekel aan. Ook speel ik nog wel een keer met hem samen. Omdat hij toch wel de ballen erin scoort. Die ook echt moet scoren. Alleen het verdedigen en zo, dat zit niet bij hem. Ja, dat heb ik nu ook niet. Godverdomme. Wat kan ik nou doen, joh?
Wat ben ik ook allemaal aan het doen? Wat is dit, joh? Wat gaat opeens mis dan? Ik kon hem... Ah, ja, ik kon hem hebben daar, dat wel. Ja, ik had hem niet. Hij is weer eerder bij de bal, die motherfucker. Ga ze overkomen zo meteen, jongen. Nou, ik denk dat we iets moet voorzichtig moeten gaan spelen. Ja, en dan geef ik hem voor en is hij er niet. Perfecte voorzet en is hij er weer niet. Maar hoe ben ik ook weer kapot dan? Jammer. Oh, dit is niet goed. Oh, gelukkig. Oké, gelukkig. Oh mijn god, we hebben hem nog tegen ook nog. Oh mijn god, wat een geluk! Wat een geluk. Waarom verliest hij de hele tijd die aftrap, joh? Hij verliest alleen maar die aftrap. Ik laat hem ook... Ik laat hem ook nooit meer nemen, die aftrap. Ja, dan gaan we weer al gevaar hier zo. Oh, kill. Rustig aan, jongen. Zeg, ik had hem anders ook wel. Die valt kut voor ze. Ha, wat een goal. Lekker man, bro. We hebben ze nog gewonnen. 35 seconden hadden we extra nodig om te winnen. Maar dat is game nummer 3. Gaan we nog een potje spelen? Zullen we het nog doen? Zullen we het nog een potje doen? We gaan nog een potje doen. Let's go. Alright, jongens. Zijn we dan aangekomen bij game nummer 4, dacht ik. Toch? Ja, zoiets. In ieder geval maakt het ook allemaal niet meer uit. We gaan gewoon een XXL aflevering nog maken. Maar niet uit als ik verlies win, maakt allemaal niks uit. We gaan gewoon een dikke XXL. Want kijk, we winnen gewoon meer. Eigenlijk moest dit de video zijn van... Als ik verlies, dan mag ik... Nee, dan moet ik stoppen of zo. De video eindigt als ik verlies. Maar ja, is het niet. We maken gewoon een XXL video van. Lachen, man. Lachen. Hij blijft gewoon staan, dat is een nieuwe tactiek ofzo. Zo, even dik hier. Waarom heb ik de bal hier niet? Oké, en dan zit jij. Goeie bal, en dat is een goal. What the fuck? Dit, wat gebeurt hier? Die vet die scoort alles. Nou, 2-0 voor, 30 seconden tijd nog niet eens. Hallo, tweede man. Ik vind dat zo jammer dat hij dat niet doet. Goed. Ah, ik mis hem. Gaat helemaal terug. Godverdomme. Dit is goed teamwork. Hé, mijn controle weer. Hallo. Moet terug draaien. Waarom gaan we erop af? Ik snap ook niet waarom we samen daar gingen. Maar goed, geeft niet. Naar eind. Heb jij maar zo'n balletje voor? Kun je niet, hè? Nee. Kijk, zo geef je de balletje ook niet voor. Maar hij was ook helemaal niet voor de goal die hem hadden pakken. Hij is wel een beetje een solo playtje, dacht ik. Want ik geef het voorzet nog met mij en doet het mij. Ook maar zo'n mooi bal in je keer op mij, joh. Kom eens hier.
Wat een kutbal was dit ook. En kijk, en ik geef hem dan weer perfect op jou, hè. En ik geef hem dan weer perfect. Kijk, dit is gewoon een perfecte bal voor hem. Perfect in zijn voetjes. 3-0 FF'tje waarschijnlijk weer. Nou, misschien bij, meestal bij 4-0 of zo. Dan gaan we even. Laten we daar even voor zorgen dat we niet die 3-1 tegen krijgen. Haha, ik heukte hem weg. Oh, even, oh nee, ik heb zijn boost. Loser. Kut. Hoezo was hij naar voren? Huh? Ik snap mijn teammate niet ofzo. What the fuck, waarom was hij helemaal naar voren? En dan verneut hij het ook nog. Dan is hij al helemaal weg en dan verneut hij het ook nog. God, van nu staan we 3-1, dat wil ik niet. Moeten we weer goal scoren en zo. Als we nou gewoon een eentje hadden gescoord en dan was er niks aan de hand geweest. Waarom ben ik zo'n hoeren goede teamplayer? Oh, ik weet niet, want ik wil hem eigenlijk voorgeven, maar het lukt niet heel erg. Maar de intentie was er wel. Oh, zieke bal. Jezus, hij is goed, man. In die hoge ballen, dat team met mij. Ik wou ook zijn eigen lukje mee. Ja, die gaat over, ja. Over of gewoon naast, kom ik. Druk gezet, Gerrit. Oh! Die had ik moeten hebben. Oké, okay, hij scoort. Nice. Bro, hij heeft alle goals. Ik heb wel 2 assisten, daar gaat het ook om, hè. 2 assisten, dat is ook prima. Ik probeer ze even te laten FF'en, want 3 goals in 1 minuut. Terwijl je er nog maar 1 hebt gescoord. Is moeilijk. Kijk, als je nou als tweede man bent, verdomme. Ik heb boost nodig, joh. Oh, ik dacht dat je hem al hebben. Fuck, sorry. Ik denk hij heeft hem. Maar hij had hem dus niet. Als we nu nog gaan verliezen ook nog, hè, dan word ik gek. Kijk, dit zijn weer perfecte voorzetjes. Dit zijn van die perfecte voorzetten die je moet hebben. Ik ga veel te hoog, joh. Fuck, normaal ben ik altijd wel redelijk aan het vliegen, man. Of gewoon beuken die handel. Ik snap niet waarom ze FF'en, want... Bro, je weet niet. Ja, loser. Nee, grapje, GG. Oh, de redding, goeie. Oh, en de save. Ik weet niet wat die probeerde, maar. Maar niet best. Als we 4-0 voor staan, vind ik het helemaal niet erg, man. Oké, 1-0 voor. We gaan ze, what the fuck? Dit is echt ziek teamwork ofzo. Ik weet niet wat er is, maar hij scoort alles. Hij heeft er gewoon een chemie bij mij. Chemistry is real.
Waarom is hij niet als tweede man? Want dan scoor je gewoon. Vind ik zo hinderlijk, hè? Weet ik veel hoe je dat zegt. Weet ik veel. Ik zeg gewoon zeg maar op. Ja, we gaan het wel winnen, man. Dit is echt te makkelijk. Nee, grapje, nee. Ik wil het niet zeggen. Ik weet niet, maar de chemie of zo is er echt best wel. Ik neem hem wel gewoon. Oh, lol. Oh, hij had me net niet. Ik weet niet wat er allemaal aan gaan is in die chat, maar... Wat gebeurt hier? De ene goal naar de andere goal. What the fuck? Er wordt echt een beetje ruzie gemaakt of zo nog. Ik laat hem wel gewoon even schieten, want hij schiet best wel veel ballen erin. What the fuck, bro? We vallen zoveel goals. We spelen nog maar 1 minuut en 10 seconden, hè. Er zijn nu al 6 goals gevallen. Dit is echt abnormaal. Maar dit zijn wel juist leuke potjes om te spelen en ook om te kijken, denk ik, als je een goodie was. Dit vind ik weer een goal. Dit is abnormaal. Ene goal naar de andere goal. Dit is echt een record volgens mij qua hoeveel goals in zoveel tijd. Kijk, als hij die afstand heeft, dan verliest hij weer. Ik weet niet wat hier... The fuck. Ah, Gerrit, die moet erin. Ik val even op hem. Wat is dit, bro? Hij heeft sowieso schiethek of zo. What the fuck? Elke bal gaat erin. Bro, hij hekt hoe dan ook. Dit kan niet anders. Hij moet hekken, want hij schiet echt elke bal erin. What the fuck? 7-2 in 2 minuten nog niet eens. Oh mijn god, dit is echt abnormaal. Zeven goals. Waar gaat het over, ouwe? Ik heb er echt geen fuck van. Ik ben, jongens, snap jullie dat ik even confused ben, want dit heb ik nog nooit meegemaakt. Die AV nogal wat, die schiet elke bal erin. Dat is echt niet normaal welke bal die dit allemaal inschiet. En fucking zo tant hoeveel goals in zo korte tijd. Ik snap ook niet dat ze nog niet echt F zijn. Eerlijk gezegd. Wow, je staat 7-2 achter. Dit ga je nooit meer kunnen winnen.
Of we installeren in één keer een zieke hack. Nice. Ah, goed. Die leuk. Ik ga het weer. Ah, oké, hij is nu zijn cheats uit. What a play. Oh mijn god. Lekker. Ja, 8-2. Let's go dan, boys. Oh, het ging even wat minder met de goals, maar nu... Ja, ik snap eigenlijk dat je wel gaat FF'en, maar na 8-2 FF'en pas, dat slaat nergens op. Ik weet echt niet wat aan het doen zijn met de mensen, maar... Hij heeft ook een gekke auto, volgens mij... Ik weet echt niet. Alright jongens, het gaan we dan maar weer. Het nieuwe slachtoffers hebben we gevonden. Het duurde even, maar... We hebben nieuwe slachtoffers gevonden. Die tegen ons willen plaaien. Nee, dit is echt niet normaal. Als deze mensen ook inmaken, dan zetten we vandaag een cheat op. Oh, ik werd gefukt. Geen de domie, man. Oh, goed. Natuurlijk krijg ik het. Ik ben ook wel lekker aan het spelen, hoor. Oeps. Het verdedigen en zo gaat best wel goed. Lekker, goed, hoor. Gaat hij weer. Gaat hij weer. En het is een goal. Ah, dit is echt niet normaal. Hij scoort alles, jongen. Dit is... Ik zal met een hacken, want dit is dan echt niet. Hij scoort echt elke goal. Maar hey, voor mijn rank is dit wel heerlijk. Oh, kill. Even zijn hek uitdoen. Of aandoen, wat doet hij? Dat hun elke bal kunnen missen of zo? Ik weet het echt niet hoor. Want... Ik snap er echt geen bal van wat hij aan het doen is. Volgens mij elke bal die hij raakt gaat op goal ofzo. Dit is ook wel heel goed gedaan voor mij hoor. Dit is ook wel echt heel lekker. Gewoon even de tijd nemen. En wat schieten. Echt wel een zacht balletje maar. Bro, we winnen alles. Ik snap er niks van. Jongens, jullie begrijpen het toch wel dat ik echt helemaal confused ben. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik begrijp dat we zoveel winnen. Dat sowieso al niet. Lekker balletje hoor. Lekker balletje dit. Oh, die mist hij dan. Dat is een hele zieke goal geweest. Oh, hij ging mis. Oeps. Oh, zo close dit. Maar we spelen echt lekker. Hij. Doet ons niks. We moeten even zorgen dat we de 3 of 4-0 kunnen scoren. Meestal als ik dat zeg, dan gaan we altijd tegen krijgen. Dus eigenlijk moet ik dat nooit meer zeggen. Dat gaat echt lekker met ons. Oh, wat een save, gozer. Hele zieke redding. Perfect balletje weer voor. Nah, de bal.
goed verdedigd. Ik lig even op de kop hier. Lekker. Oh, ik ging ervoor. Alleen hij had een beetje... wel makkelijk weg te krijgen. Ah, geef hem voor, jongen. Tik hem dan nog even aan. Hij miste hem ook gewoon. De fake. Ik wou de fake doen. Ik denk, alles gaat nu goed. Ik denk, misschien dan de fake ook wel. What the fuck, alles werkt mee. Oh, had hij anders leuk onderschept. Dat is echt niet normaal, jongen. Oh, ik denk dat ik helemaal niet ga redden. Ik denk dat ik hier tot morgenochtend nog zit, want... Godverdomme. Ik ga wel lekker ranken, rankjes omhoog. Welke rank ben ik nu eigenlijk dan? Platinum 3, denk ik misschien? Ik ben Platinum 3. Platinum 3 is gewoon binnen. Normaal deed ik daar echt hoerenlang over, maar... blijkbaar gaat dat gewoon zo goed. Dat we nu al Platinum 3 zijn. Wat komt na Platinum? Diamond. Diamond komt hierna. Holy shit. Ja, ik moet hem voor 3 uur online zetten, maar... Het renderen duurt alleen waarschijnlijk een uur van deze video. Maar hij moet weer zijn bothack installeren. Ah, anders had ik hem. Oh, dit zijn wel wat betere mensen. Ik zeg altijd dat ze blijven spelen zoals ze speelden. Kijk, hij staat dan heel vaak vooraan, ik snap dat echt niet. Nou, doe even je bothek. Sorry. Ja, bro. Het gaat toch een keertje mis, hè? Ik kwam niet goed daar. Probeerde ze om te draaien in de lucht, zeg maar. Maar dat ging niet. Maar dat ging niet. Kijk, hij komt wel als tweede bal, Eichel. Ik kan het nog niet. Dat dubbeljumpen. Dan, zeg maar, achteraan vliegen. Dat kan ik echt nog niet. Zeg. Ik wil het leren, maar... Ik moet dat wel kunnen leren. Geen idee hoe ik dat moet leren, hoor. Vaak doen, denk ik gewoon. Ik weet ook allemaal niet wat ik leer. Hij heeft gewoon hem eerder dan ik. Nice. Onbeuken. Niet uit hoe die bal daar komt. Hier de fake deed ik. Die deed gewoon de fake. Hij ook. Hij doet ook even de fake. Ik kon niet op tijd naar achter ofzo. Oké, top. We got him, man. Nice. Bro, dit kan niet anders. Waarom zou iemand dit zo voor de goal doen? Waarom zou je dit doen?
Ja, jongen, hij doet gewoon een beetje met hekken of zo. What the fuck, man. Dit is echt de langste aflevering die ooit jullie van mij gaan zien als video zijnde. Oh ja, oké, ze worden echt wel beter hoor. Maar echt lastig. Nou, hoe ze spelen en zo merk ik het. Ik ben kapot. Fuck. Oh, gelukkig heb ik zo'n goede teammate. No way! Ik ben er even voor. What the fuck is er aan de hand? Ik weet niet wat er gebeurt hier. Tuurlijk. En wij scoren ook gewoon de 2-1. Wij zijn ook hoeren goed aan het spelen vandaag. Let's go. Let's go. 2-1 voor. Tegen best wel moeilijke mensen moet ik zeggen. Ze zijn echt niet bad. Oh! Ik kon er net niet eruit tikken meer. Het ging te hard. Ik ging te hard, verdomme. Jammer. Oké, 2-2 maakt in principe niks uit. Kan nog van alles gebeuren. Wij kunnen winnen, hun kunnen winnen. Volgens mij denken we wel een beetje hetzelfde. Oh! Ik mis hoera die bal. Oké, nu moet ik even concentreren met. Deze man kan echt spelen, man. Holy shit. Leuk. Nou, nice, hij is zo droog. Gaas, dit is echt EC, jongen. Hij is echt goed. Ik vind het leuk. Het kan toch niet dat hij in deze divisie, joh. Dat kan toch niet. Hij zit toch hoger in Diamond minimaal, toch? Dat moet toch wel. Wauw, wat een kut goal. Kut goal dit. Wat een power goal is dit om tegen te krijgen, zeg. Oké, ik moet weer even wat gaan concentreren, want dit gaat niet best. Dit gaat niet best. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen, want ik wil hem laten spelen. Nee! Oh. Ja, kon ik vrij weinig aan doen, ik sprong te hoog. Een beetje unlucky. Ik ben een beetje mee naar voren. Wat een fucking goede goal! Hey, I am Dan. Dan? Zeg ik nou Dan? I am done.
insane. Bro, what the fuck zijn we aan het doen? We gaan gewoon nog een potje. Het is nu bij mij 1 uur. Holy shit. Ja, ik neem altijd een beetje in de ochtend de video's op. Vind ik wat fijner voor mezelf. Dan heb ik een beetje een doel om er vooruit te gaan. Maar ik ben verdomme al bijna een uur bezig, man. Godverdomme. En ik moet hem nog editen. Nou, dat kost ongeveer een uurtje tijd. Hoe ik ze nu edit. Het renderen kost waarschijnlijk... Ja, dat is meestal het langste gedeelte. Godverdomme. Dit gaat moeilijk worden voor 3 uur. Jongen, dit is de eerste keer dat hij te laat komt. Sorry jongens. Spijt me. Maar ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, er komt wel een leuke video online. Ik heb nog steeds geen boost. Mis. Perfect. Pak snel deze boost. Oh, ik speel wel echt lekker hoor. Hatse flatse. En ook wie is deze scoort. Hoppa, keetje. Geen idee hoe, maar... Oh, zo. Nice shot. What the fuck, ziek. Dit is echt insane. Oké, we staan weer 1 op hoor. Hopen dat er nu de tweede val en de derde en dan gaan ze weer effen. Oh, hij mist de bal. Ik rij helemaal naar links toe. Ik heb het verneukt hè. Oh, die schiet er weer in. Jammer, hij heeft zijn heks uit. Hij heeft echt zijn heks uit, want net scoorde hij echt alles. Er is een goal tegen. Wat? Weer niet? Nice shot. Oh, wat? Huh? Ah, wat een geluk. Geluk zeg dat hij net ernaast tikte. Nou, als ik hem neem dan gaat het wel wat beter. Oké, toch niet. Hij had mijn boost, hè, motherfucker. Waarom missen hun echt alles? Nice. Oh! Ping, hallo? Ik heb gewoon normale ping toch? 14. Wat een fucking goeie redding. Bro, dit is echt niet normaal hoe ik speel vandaag. Jongens, echt. Oh. Zo, ik snap het niet. Ik speel zo apart. Soms heb ik zo'n goede bal, hè. En soms dan kan ik wel om te janken. Maar soms speel ik echt zo goed. Even concentreren nu. Op die bal weg. Kutzooi. Oh!
Ik denk hij gaat hem schieten, fuck zo hoi. Ah! Ik dacht hij gaat hem schieten, dacht ik. Miscommunication. Nee, dat krijg je als je niet met elkaar in het spel zit. Dan krijg je ook weer onzinnige dingen. Oh shit, dat was wel gevaarlijk, bro. Doe even je hex aan, dat je weer scoort. Oh, kill. Ik dacht dat ik de voorzitter man was. Goed. Hij is wel echt lipo, man. Holy shit, man. Volgens mij heeft hij niet zoveel vertrouwen meer in me. Dit was ook alweer onnodig. Goed chillen. Ja, ik moet toch iets doen. Oké, GG. Ah, oké, we hebben verloren. Dan ga ik hier nou ook gewoon de video beëindigen. Want anders duurt het echt te lang voor jullie ook. Jullie concentratie is natuurlijk ook weg. Maar op zondag heb je toch niks weten te doen. Dus dan kun je met mijn video lekker, gewoon lekker kijken. Oké, mensen, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze XXL video, jongens. Ja, sorry, ik kon er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur weer bij een goed nieuw video. En dan ook echt om 3 uur. Waarschijnlijk komt deze te laat, maar misschien niet. Ik zal mijn best doen om het op tijd te krijgen. Dus morgen, jongens, checken jullie maar. En dan zeg ik zoals altijd, later. Later.